Of Studio Shop op de Hoogstraat bestaat 35 jaar. Michel Terre, Ter gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Even terug in de tijd, 35 jaar geleden. Hoe is het begonnen? Begonnen bij Kuipers Modestoffen in Rotterdam. Daar ging ik als zaterdaghulp helpen en klusjes doen. Later kreeg ik daar mijn vakantiebaantje. En uh, nou, die man vond het allemaal wel prachtig dat ik zo enthousiast was en uh, dat ik het allemaal wel inzag. En uh, nou ja, op een gegeven moment was het zo interessant dat hij zei: Vind je het niet leuk om zelf een winkeltje te gaan beginnen? Nou, Toen was ik 16. Ja, hey, wat zeg je dan? Natuurlijk één groot avontuur. Maar je moest er nog naar school toe? Uh, ik was toen bijna klaar met mijn opleiding. Uh, ik zat toen op de MDS, Middelbare Litijn-School. En uh, nou ja, die combinatie heb ik toen uh, gemaakt met de winkel. En een stukje school nog erbij. En uh, nou ja, uiteindelijk geslaagd voor mijn opleiding. En uh, nou ja, van liefde hier dat pand toen. Op een gegeven ogenblik uh, zijn we toen ingegaan in Schiedam. naar wat marktonderzoek. En uh, ja, met hulp van mijn ouders en Kuipers Motorstoffen destijds. Die meneer. Uh, zijn we dat opgestart. Wat trok je aan in de stoffenwereld? Nou, eigenlijk alles, mode, uh, techniek, uh, hoe stoffen gemaakt werden. Uh, eigenlijk het hele wereldje wat, uh, wat de confectie aangaat, uh, vond ik interessant. Nou, zullen de mensen denken: van nou ja, dan kan je ook kleding maken. Zij, mijn vrouw maakt heel veel kleding. Uh, ik zelf dus niet. Ik weet wel wat de mensen zelf allemaal nodig hebben. Hoe ze het allemaal moeten maken. Dat is wel een gegeven wat ik beheers. Ik weet wat voor stoffen ze ervoor nodig hebben. Ik weet wat voor modelletjes ze kunnen maken. Er zijn tegenwoordig hele goede patronen ook. Die we ook in de winkel ook verkopen. En ik zeg altijd: drie kwart beheers ik zelf. En een kwart gaat naar mijn vrouw toe. Waaraan moet een goede stof voldoen? Een goede stof moet voldoen. Nou, allereerst moet die kleur echt zijn. Dat is het belangrijkste. De kleurintensiviteit van de stof moet ook optimaal zijn. Dus het moet geen afgezwakte kleur rood zijn als je een mooie heldere kleur rood wil hebben. Dat is onder andere een voorbeeld. Het moet niet kreuken dikwijls. Je kan nog zo'n mooie stof hebben. maar als je op een gegeven ogenblik er een broek voor maakt, of een jurk of een rok voor maakt. en je loopt in een kreukbaal buiten, dan zegt iedereen: zo, dat ziet er niet uit. Bestaat er trouwens al kreukloze stoffen? Uh, als je, hoe synthetischer de stof is, heel gek gezegd, des te uh, meer uh, deste minder kreukt hij, sorry. Even over de kwaliteit en waar het van gemaakt is. De bekende katoenstoffen, je hebt de synthetische stoffen. Wat zijn er nog meer voor soort stoffen? Ja, je hebt katoen, je hebt viscoze, je hebt polyester, je hebt wol, je hebt linnen. Er He, zijn er nog wel meerdere stoffen, zeg maar. Zijn er. He, en uh, ja, die worden allemaal getest vanuit de groothandel, zeg maar. He. Ik moest vroeger van mijn ouders een wollen broek soms dragen en dat kriebelde. Bestaan die stoffen nog? Wolle stoffen bestaan nog wel, ja, maar in de regel is het puur gemak dat de mensen op een gegeven moment dat willen, uh, makkelijk willen wassen. Hè, uh, dat het op een gegeven moment niet kreukt en niet kriebelt. Nou, dan kiezen de mensen voor een wolle broek, eigenlijk nooit meer. Het is meestal wol polyester, een mooie kamgaren of een viscose polyester. Hè, die eigenlijk gewoon makkelijk gewassen kan worden, niet kreukt hè, en gewoon prettig is in het dragen. Hoe mode gevoelig zijn nou de stoffen? De ene keer moet het misschien rood zijn, de andere keer moet er een printje in zitten. Hoe lastig is dat voor jou als winkelier? Nou, kijk, laat ik voorop stellen dat we uh, vroeger werkten we heel veel op kleur. He, dan hadden we elke tafel op kleur liggen. Nou, Een jaar of tien geleden hebben we de switch gemaakt dat we hebben gezegd van nou, uh, dat is eigenlijk een beetje achterhaald. We hebben toen gezegd van nou weet je, we gaan drie kwart van onze collectie gaan we opbouwen aan basic artikelen. Dat houdt dus in dat we zo'n vijftigtal artikelen hebben, verdeeld over tien kleuren. Uh, ...die hebben we zeg maar, liggen. Die hebben we heel het jaar door op voorraad. Die doen we eigenlijk bij het alleen maar in de nieuwe modekleuren. Dat is eigenlijk de basis. Daarnaast hebben we zeg maar, een kwart hoogmodisch. En dan kom je eigenlijk op je vraag terug van... ...waar toetst u dan het modische zeg maar, aan? Nou, dat kwart hoogmodische, zeg maar, dat accelereert wekelijks, zeggen we dan. Mensen kopen een lapje stof of kopen lappen stof, grote stukken. Wat wordt er nou eigenlijk allemaal van gemaakt? Nou ja, dat varieert zeg maar uh, voor broeken, rokken, jasjes, uh, gordijnen. Afsluitend, de Hoogstraat zit in een bloeiperiode. Je zit hier al 35 jaar. Hoe herken je dat? Hoe herken ik dat? Nou ja, we zijn natuurlijk 35 jaar geleden hier begonnen. Toen zei iedereen van god de Hoogstraat, de Hoogstraat, de Hoogstraat. Maar je ziet momenteel gewoon door de perfecte mix die de gemeente toepast van wonen, werken, winkelen, kunst, kunst cultuur, historie. Dat zijn eigenlijk de schijf van zes noem ik dat altijd. Zie je Schiedam heel langzaam bloeiend worden.